Het laatste deel van het examen, natuurkunde VBO 2023, eerste tijdvak. Ramshauer en Townsend, en we gaan naar het eind tot en met 21 tot en met 25. Het botsende deeltjesmodel is een veelgebruikt model om verschijnselen in materie te verklaren. In dit model worden atomen en elektronen beschouwd als kleine harde knikketjes die tegen elkaar botsen. En het botsende deeltjesmodel is een klassiek model. In een experiment wordt een bundel elektronen door een gas geschoten. Dit proces beschrijven we met een model waarin gasatomen stilstaan en de elektronen bewegen. De intensiteit van de bundel is gedefinieerd als de grootte van de elektronenstroom in de richting van de bundel per oppervlakte-eenheid. De bewegende elektronen kunnen botsen met de gasatomen, waardoor de intensiteit van de bundel kan veranderen. Zie je weer een van de schematekeningen. Hier zie je de elektronen van rechts, links naar rechts bewegen en die komen atomen tegen. En dan kunnen ze eventueel tegen aanbotsen. 21. Leg uit met behulp van het botsende deeltjesmodel dat de intensiteit van de bundel afneemt naarmate er een grotere afstand door het gas is afgelegd. Nou goed, je ziet hier de elektronen van links komen. Die komen af en toe wel eens een atoom tegen en dan botsen ze en dan kunnen ze de bundel eventueel verlaten. Je ziet dat gebeuren. En met deze zie je dat ook gebeuren. Je kan je natuurlijk voorstellen hoe langer dat ze onderweg zijn, hoe groter is de kans dat veel elektronen zo'n atoom zijn tegengekomen en er dus uitgekaatst zijn. En hoe verder, het betekent dus dat de bundel naarmate je verder naar rechts komt steeds minder intensief zal zijn. Volgens mij wat hier ook staat. De elektronen kunnen een botsen op de bundel verlaten en die kans op die botsing die neemt toe met de afstand. Hier staat het trouwens nog een keertje. Ja. Oké. De transmissie T is de verhouding tussen de intensiteit van de bundel nadat hij een afstand x door het gas heeft afgelegd en de intensiteit van de bundel bij de bron. Volgens het botsende deeltjesmodel geldt voor T. I gedeeld door I0 is E tot de macht min x gedeeld door L. Waarbij, nou, je kan lezen x, L, I en I0 zijn de effectieve afstand van de bundel in het gas in meter. De gemiddelde vrije weglengte, dat betekent dat de gemiddelde afstand die een elektron aflegt voordat hij botst, ook in meter. Intensiteit na een afstand x in meter tot de macht min 2 maal seconde tot de macht min 1 en de intensiteit bij de bron in dezelfde eenheid. Oké, bij de bron is dat. Ja. In figuur T2 is T als functie van x weergegeven en in de figuur staat ook L weergegeven. Oké. De vorm van het Tx die gaan we vergelijken met die van een doorlaatkomen bij ioniserende straling. Figuur zit ook op de uitwerkbijlage. Doe de volgende opdracht en dan geef in de figuur op de uitwerkbijlage de grootte van de halveringsdikte aan. Dat betekent dus dat de transmissie dus een half geworden is. Nou, je ziet dat er is hierbij een half. Je tekent een horizontaal lijntje tot je de grafiek tegenkomt. Dan raak je de grafiek en dan ga je loodrecht naar beneden. Je kan hem niet aflezen, want er staan geen getallen bij. Toon aan met de berekening dat L in figuur correct is weergegeven. L is de gemiddelde weglengte. Dat betekent dus dat x en L, als je die op elkaar deelt, in dat geval 1 zijn. En als ik die in de formule invul, hier x gedeeld door L en die zijn allebei gedeeld door elkaar 1, omdat ze even groot zijn, dan krijg ik toch e tot de macht min 1 en dat is 0, nou, bijna 0,4. Je staat op 0,68, kun je de rekenmachine invoegen. En als je hem hier afleest, hier bij L, ga omhoog tot de grafiek tegenkom en dan ga ik tot bij de grafiek ga ik naar links. Dan kun je afzien dat die waarde dat die inderdaad ongeveer 3, bijna net iets minder dan 0,4 is, 0,368. Nou, dat is wel aannemelijk. Oké, kwantumrevolutie. Het Ramshauer-Townsend effect. Rondom 1920 deden de wetenschapper Carl Ramshauer en John Townsend, die figuur 3 los van elkaar, een verrassende ontdekking. Bij een experiment met xenogas bleek de transmissie van elektronen sterk afhankelijk te zijn van de energie van de elektronen, de e-elektrisch. In figuur 4 is een transmissie tegen e-elektrisch grafiek van de metingen van een xenogas weergegeven bij een elektronenenergie van 1,0 elektronvolt gebeurt iets verrassend. Dat is hier dus. De elektronen lijken plotseling geen hinder meer te ondervinden van de xenonatomen. De transmissie wordt dan gelijk aan 1, ongeacht de grootte van de afgelegde weg. Dat is inderdaad toch verrassend, ja. Om dit effect te beschreven Ramshauer en Townsend het elektron niet als een deeltje, maar als een golf. Een bijbehorende de Broglie-golflengte. Berekende de Broglie-golflengte van een vrij elektron met een energie van 1,0 elektronvolt. Nou, je ziet het. Heb je een aantal formules voor nodig. De formule voor de Broglie-golflengte uiteraard. Lambda is H gedeeld door P.
Die vind je allemaal in 35E4 en 35A4 voor die andere twee. Wat je ook nodig hebt is formule voor de impuls, P is MLV en voor de kinetische EK is half een V-kwadraat. En hier staat dan uit die twee formules volgt dan P is wortel 2M gedeeld door EK. Hier heb ik even uitgewerkt hoe je daar dan komt. Je ziet dat de kinetische energie is half een V-kwadraat. P is MLV, dus P-kwadraat is M-kwadraat maal V-kwadraat, gewoon alles gekwadrateerd. En dat betekent dus van, dit is half MV-kwadraat, dit is M-kwadraat V-kwadraat. Dus als ik deze vermenigvuldig met 2, als ik de kinetische energie vermenigvuldig met 2 en met V, dan krijg ik wat hier staat, oftewel P-kwadraat. En P is dan de wortel eruit. Hier zie je het, joh. Dat is ook precies wat daar staat. Nou, en dan vul je dan dus lambda is H gedeeld door P. Op die plaats van die P vul je dus wat er onder die breuk staat in. Hier is dat gedaan. H is de constante van Planck. Vind je het pas 7a. Wortel 2. Het is gewoon wortel 2. De massa is de massa van een elektron. Die vind je het wel 7b. Hier staat 7a, maar dat is 7b. 9,11 met Newton min 31ste. En de kinetische energie. Die is 1,0 elektronvolt. En die kun je vermenigvuldigen met de omrekenfactor 1,06 maal 10 tot de min 19. Die vind je trouwens in tabel 5 van de BINAS. Nou, is dat ingevuld, stop je rekenmachine wel even alles tussen haakjes zetten. En dan komt er uit 1,2 maal 10 tot de min 9e meter, oftewel 1,2 nanometer. Ramshauer en Townsend benaderen het xenonatoom als een eendimensionale energieput met een diepte E-put en een lengte L. In figuur 5 is schematische situatie getekend van een elektron dat een xenon atoom passeert, het elektron beweegt van het gebied 1, dat is hier aan de linkerkant, voor het xenon, via het gebied 2, dat is dus het xenonatoom naar gebied 3, dat is na het xenonatoom. Je ziet hier het elektron ook van links naar rechts bewegen. Bij bepaalde waarden van E elektrisch blijkt de golf van het elektron te resoneren in gebied 2. Dissonantie leidt ertoe dat het elektron ongehinderd zijn weg kan vervolgen naar gebied 3. Resonantie in het gebied 2 treedt op als de volgende voorwaarde wordt gedaan. L is N en dan tussen haakjes lambda gedeeld door 2. En dat is de politieke golflengte. N is gewoon een heel positief getal. En L is dan de diameter van dat xenonatoom. Deze L is dat. Gaan we verder. Voor de kinetische energie van het elektron in gebied 2 geldt. De kinetische energie is de elektrische energie plus de putenergie. En in figuur 4 zijn meerdere pieken te zien waarbij T is 1. Er zijn verschillende waarden van de elektrische energie waarbij resonantie optreedt. Dat betekent dat is deze grafiek. Hier zie je die pieken. Dit is het verklaren met behulp van de formules 2 en 3. En tenminste één formule uit het informatieboek. Nou, geef dan deze verklaring. Nou, hier staat heel netjes uitgeschreven zoals je kan zien. De formule 2 is natuurlijk deze. De broeie golflengte is 2 maal lengte gedeeld door N. Voor de golflengte ook lambda is H gedeeld door P. Die formule zag in de voorgaande ook al. Vind je trouwens in 35E4. En resonantie kan optreden bij verschillende waardes in dat gebied 2. Dat betekent dus, en die waardes, die energiewaardes, die hangen natuurlijk ook af van de golflengte. Ja? Dus hier staat inzicht dat resonant optreedt bij verschillende energiewaardes en dus verschillende golflengtes. En dat het dus ook een andere impuls is, omdat de impuls hangt ook van de golflengte af. En dat ook de kinetische energie dan anders is natuurlijk. De waarden van de energie E-kinetisch in gebied 2 waarbij resonantie optreedt komen overeen met energieniveaus van een deeltje in een eendimensionaal energieput met oneindig hoge wand. Neem aan dat de eerste piek in figuur 4 hoort bij N is 1. Dan gaan we weer even naar die grafiek. Dat is dus deze. Dit is N is 1. Zal dit wel N is 2 en dat is N is 3 zijn, neem ik aan. In de formule van deze energieniveaus. De diameter van de xenonatoom is 0,22 nanometer. Dat is 10 tot de min 9 niet trouwens. Bereken de putenergie in elektronvolt. En doet het in het juiste aantal significante cijfers. Heb je natuurlijk de energie of de formule nodig die hoort bij een deeltje in een put. Dat is deze. Die vind je trouwens in tabel 35E4. De energie is gelijk aan, van toestand n is gelijk aan n in het kwadraat, maar die is 1, dus dat is 1 in het kwadraat, dus er blijft er 1. Maal de constante van Planck in het kwadraat, gedeeld door 8, gedeeld door de massa van het elektron en door de lengte van de put in het kwadraat. Zoals gezegd, hier staat n is 1, dus hier, als je hier die 1 invult in het kwadraat, ja, dan blijft natuurlijk gewoon 1, dus vandaar dat hij hier niet meer terugkomt, zoals je ziet, zie je ook. H kwadraat geeft 8 ml. Nou, H is weer de constante van Planck. Die vind je in tabel 7a. 6,36 maal 10 tot de min 34 in het kwadraat.
8 is gewoon 8. De massa is weer de massa van het elektron. Min is tabel. 7b vind je die massa in kilogram. En 0,22, dat is die nanometer, dat is die maal 10 tot de min 9 in het kwadraat. Ja. Nou, dan vind je, als je dat allemaal netjes invult, moet je dit wel even, ook wel even tussen haakjes zetten trouwens, onder die brekenstreep 1,2 maal 10 tot de min 18 joule. Maar dat moest in elektronvolt, dus dan moet je nog delen door de omrekenfactor die bij elektronvolt en joule hoort. Die vind je in tabel 5, dat is 1,6 maal 10 tot de min 19e. Dus die 1,2, die deel ik door die factor. 1,6 maal 10 tot de min 19, en nogmaals, die vind je in tabel 5, elektronvolt energie, niet elektronvolt warmte. En dat blijkt dus 7,8 elektronvolt te zijn. Nou, is dat het juiste aantal significante cijfers? Nou, je ziet dat, kijk, deze is in 3, deze is in 3, deze is in 2. Het is vermenigvuldigen, dus je eindantwoord moet ook in 2, en dat is hier dus ook het geval. Ja, dus het moet in 2 significante cijfers. Vroeger was het zo dat je er een mag na moest zetten, maar tegenwoordig wordt er bij minder opgaven gevraagd en dan moet je dus precies goed zitten. Dus als je de 3 of 1 hebt, of nog een andere waarde, dan kost je dus dat laatste punt. Goed, dat was het. Zoals je ziet staat er op dit videokanaal nog veel meer aan natuurkunde video's. En als je het misschien interessant vindt, dan kun je er even een keer naar kijken. En zo niet, dan dank je voor het kijken en eventueel succes met je examens verder en je verdere loopbaan.